Maar Sita wil nog niet inhoudelijk reageren. Wel laat directeur Philip Ploegaard schriftelijk weten in onderhandeling te zijn om de arbeidsplaatsen in de toekomst veilig te stellen. Ploegaard, een Belgische oud-voetballer, nam het bedrijf 2 jaar geleden over. Daarna zou het volgens anonieme bronnen achteruit zijn gegaan met Masita. Vorige maand nog sloot Masita een sponsorcontract met Topsport Limburg. Want een Limburgs bedrijf, een topbedrijf. Dus dat is voor ons is dat alleen maar een hele logische. En zeker als zij in die kledinglijn kunnen zij onze sporters prachtig faciliteren. Breidt nu in de komende maanden ook uit van enkel het voetbal naar de breedte sporten. Zijn de basketbal, het handbal, het volleybal. En is natuurlijk Topsport Limburg een perfect uithangbord voor ons. Het personeel zou deze maand geen salaris ontvangen hebben. En ook klagen diverse clubs over slechte levering door Masita. Het bedrijf werd in 1933 in Sittard opgericht door de familie Maas. De merknaam is een samentrekking van Maas en Sittard. Later groeide het bedrijf uit tot een groot sportmerk dat vrijwel overal op de wereld gedragen wordt.